Oké, we moeten natuurlijk altijd naar Samsung, want Apple is er niet. En wat is nou het nieuws van Samsung? Dat is terug naar de toekomst. De Galaxy S7 heeft vooral zaken uit het verleden. Nou, wat heeft de S7? Hij is nu ook echt mooi, net zoals de S6. Die waren ook mooi. Maar er waren een paar dingen die gewoon heel vervelend waren aan die S6 vergeleken met die S7. En die hebben ze nu teruggebracht. A, de S5 was waterdicht, de S6 niet. De S6 is nu ook waterdicht. Die kun je gewoon nu in de wasmachine stoppen en dan heb je geen problemen meer. B, de S6 die viel altijd en dan was het scherm altijd kapot. Nou, deze hebben ze zo'n mooie rand eromheen gemaakt, de Edge, dat die nou niet meer zo vaak kapot valt. De camera is minder. Hij is niet 16 megapixel, hij is 12 megapixel. Hoera, minder pixels. Maar hij schijnt in het donker nu veel beter te fotograferen en weer veel sneller. En dat is dus makkelijker. En wat ook leuk is, hij heeft nu een always-on scherm. Je kunt altijd gewoon de tijd zien, de kalender, de alert ziet er tevoorschijn komen. En dat is dus echt allemaal, dat is dus echt wel nieuw. Voor de rest is het allemaal back to the future. Even kijken of de camera nu echt veel beter is, vooral in het donker. We zijn nu in het donker en we hebben daar een mooi model in het donker zitten. Dus even kijken wie nou eigenlijk de beste... Ja, je hebt nu een camera met het licht, gaat het goed? We zitten nu in het donker en we gaan nu even kijken hoe we een foto nemen. Hier heb ik dus de iPhone 6 Plus, of de 6, en dan de Galaxy S7. Ik neem nu even een foto met mijn iPhone. Ik neem nu een foto. Bam. En dan let's look at the result. Het is dus het verschil van een foto nemen van de iPhone versus de Galaxy S7. Ja. Dit is de iPhone 6 Plus foto. Die Galaxy S7 was inderdaad echt wel een stuk beter in het donker fotograferen. Wint Samsung op dit ogenblik. Apple, kom op, aan het werk. Samsung was natuurlijk heel erg met virtual reality bezig en 3D. Maar dan moet je het wel kunnen opnemen. En dit is nou de Gear 360. Een bolvormige camera. Het aardige is dat ik nu met mijn vinger kan kiezen wat ik wil zien. Dus je ziet echt een prachtig mooi beeld. En ik kan inzoomen op jou. En deze camera, dat is natuurlijk belangrijk dat dit soort dingen heel makkelijk te maken zijn. Kost 400 euro en die is volgende maand in maart beschikbaar. En ik vind deze kwaliteit van streamen is wel echt heel cool. En je kunt natuurlijk ook zo'n virtual reality bril opzetten. En dan kun je gewoon met zo'n helmpje om je heen, kun je om je heen kijken. En dat is wel heel snel. Je ziet ook wel dat die Galaxy S7 heeft een hele snelle processor. Dat is wel grappig, in Amerika is het de Snapdragon 820, de allernieuwste, snelste. En in Europa hebben ze nog een oude versie. Dat is ook wel heel grappig. Hetzelfde merk Galaxy S7 heeft een andere processor in Amerika, veel snellere dan hier in Europa. Dus als je dat weet allemaal, koop dan zo'n S7 in Amerika. Maar dat gaat echt fantastisch snel. Dus de wereld van virtual reality, die is voor Samsung heel belangrijk. En voor iedereen eigenlijk. We gaan niet meer in deze realiteit leven. We willen gewoon een andere realiteit.